Op Chess in de Hoef komen we ook mevrouw Anke Angel tegen. Europe's one and only piano queen. Number one, piano queen is inderdaad officieel nu mijn titel. En ik moet er helaas bij zeggen dat dat niet komt omdat ik de beste ben. Maar omdat ik de enige kandidaat was. Dus er zijn niet zoveel vrouwen die vandaag de dag nog boogie woogie spelen. Maar de enige die er is, die doet het dan ook wel verrekte goed. Ja. Nou, dankjewel. Het gaat niet vanzelf hoor. Daar moet ik heel hard voor werken. Nee, dat kan me voorstellen. Maar wat me opvalt is, vanaf jonge leeftijd bent u er al mee bezig. Ja, ik geloof dat ik op mijn derde jaar al bij mijn vader op schoot zat. Als hij piano speelde en ik probeerde een beetje de kunsten af te kijken. Ja, ik geloof dat muziek iets is wat echt in je hart zit. En als het erin zit, dan moet het eruit ook. En dat was van begin af aan Boogie Woogie? Ja, daar is het eigenlijk wel mee begonnen. En ik heb vanaf mijn zesde jaar klassiek pianoles gehad. Want iets anders was er niet. Ik kom uit Zeist en de fantastische muziekschool daar. Maar het is allemaal al wat jaartjes geleden. En toen had je ook nog geen jazzopleiding en zo. Dus ik ben klassiek geschoold. En daar heb ik eigenlijk nog wel steeds profijt van ook hoor. Het is een goede ondergrond. Ik kom in de biografie de nodige mensen tegen waar u mee gezongen hebt, gespeeld hebt. En ook, tot mijn verwondering, de Koninklijke Luchtmachtkapel. Meestal is het zo dat muzici het goed met elkaar kunnen vinden en dan kruip je er eens bij af en toe. Dat is leuk. Maar het is opvallend dat het in de blues- en jazzwereld zo is, hè? Dat iedereen maar bij elkaar aanschuift. Ja, ja, dat is een geweldig iets. Ik ken natuurlijk de klassieke wereld of de popwereld niet zo, maar in de jazz is het inderdaad zo dat je soms moeiteloos elkaars taal spreekt en dat de sfeer heel los en gezellig is. Ik denk dat het in het Amerika van de vorige eeuw ook zo was. En dat iedereen ook wat van elkaar wilde leren en graag wilde spelen. Iedereen die jazzmuziek maakt wil altijd graag spelen en dat maakt het leuk. Soms wat vol op het podium, maar wel leuk. En nu ook de communicatie met de Savoy-dancers? Ja, geweldig! Ik vergat af en toe bijna te spelen. Zo fantastisch was mijn uitzicht vanaf het podium. Ze hebben de hele tijd gedanst en de mooiste capriolen uitgehaald. Ik wist niet wat ik zag af en toe. Wat zijn uw plannen in de komende tijd? Nou, heel veel eigenlijk. Te veel. Maar de twee belangrijkste dingen die we aan het ontwikkelen zijn is een show meer op de theaters gericht in Nederland. Wij proberen ook een show te maken die niet alleen uit muziek bestaat, maar die met het publiek samen ook wel echt wat grapjes, wat vertellingen en dingen. En min of meer vanzelfsprekend is er een programma ontstaan wat heel erg gaat over vrouwen en alles wat wij altijd weer doen. En hoe geweldig we dat doen. En met een knipoog naar de heren der schepping. En dat slaat heel erg aan. Dus daar gaan we het komende seizoen aan werken om daar een theatershow van te maken. En het tweede is dat ik in combinatie met mijn vriend Robert Schumi uit Wenen werk op het moment aan een ontzettend leuk programma waarin we boogie woogie combineren met western swing en wat country-achtige dingen. En dat is vreselijk gezellig en daarin dan kun je niet stil blijven staan. Wij zien u graag natuurlijk een keertje terug en uiteraard bedankt voor dit interview. Heel graag gedaan en jullie bedankt. We'll be right back.